onze overtuiging is niet alleen de eerste investering belangrijk, maar ook met name het onderhoud en het energieverbruik. Alles kunnen we gewoon kwijt bij één persoon en dat werkt heel prettig. Als eerste grote installatiebedrijf hebben we het niveau 5 van de CO2 prestatieladder gehaald. Door de omvang van ons bedrijf hebben we altijd iemand in de buurt en kunnen we snel reageren op storingen. De monteur staat eerder op de stoep dan dat de gebruiker merkt dat er een probleem is. Van Dorp Installaties is een allround installatiebedrijf met vestigingen door heel Nederland. Met ruim 900 medewerkers biedt Van Dorp Installaties een totaalpakket aan technische diensten en kunnen ze alle techniek in en rond gebouwen zelfstandig ontwerpen, realiseren en onderhouden. Daarbij staan duurzaamheid en besparingen op natuurlijke bronnen centraal. De Verkeerscentrale Rotterdam is samen met de Verkeerscentrale Hoek van Holland belast met het begeleiden van de scheepvaart in een van 's werelds grootste havens. Elke dag passeren er honderden schepen die door de Verkeerscentrale begeleid worden. Van Dorp Installaties ontwierp en bouwde de installatie en verzorgde het onderhoud. Mijn naam is Gerard Heggen. Ik werk in de vestiging Rotterdam als bedrijfsleider. De contacten met het havenbedrijf lopen al heel lang. We hebben alle locaties in onderhoud van het havenbedrijf. En als er dus nieuwe locaties zoals deze dus gebouwd gaat worden, komen wij in de picture. Mijn naam is Van Dorp, Henk Willem van Dorp. En ik ben naamgever en oprichter van Van Dorp Installaties. We zijn er trots op dat we het havenbedrijf al meer dan 20 jaar als klant hebben. Wij willen graag een lange termijn verbinding met de klant aangaan. Mijn naam is Hans van Oosterbrugge. Ik werk bij het havenbedrijf Rotterdam. En bij de afdeling beheerssystemen vastgoed van Dorp Installaties. En vooral de mensen die er werken, die begrijpen goed wat belangrijk is voor het havenbedrijf. Wat belangrijk is in die dienstverlening. Daar hebben we elkaar in de afgelopen jaren goed gevonden. Alle installaties die Van Dorp verzorgt en onderhoudt zijn duurzaam, energiezuinig en optimaal in gebruik. Van Dorp is steeds op zoek naar nieuwe methodieken en technologieën om producten en diensten nog beter aan te laten sluiten op de wensen en de behoeften van de klant. Belangrijk voor het havenbedrijf voor deze locatie is dat het 24 uur per dag bemand is, 7 dagen in de week. En het bijzondere aan installaties is dat het dus altijd in bedrijf is. Door het toepassen van moderne, vernieuwende technieken werkt Van Dorp Installaties samen met haar klanten aan duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. Ze maakt daarbij gebruik van geavanceerde computerprogrammatuur, energiebesparende technieken, telematica en datacommunicatie. Je moet denken aan luchtbehandelingsinstallaties, meterregelinstallaties die digitaal zijn ingericht. Denk aan cv-installaties, denk aan ventilatieinstallaties. Deze locatie is bijvoorbeeld voorzien van klimaatplafonds voor het pand te koelen en te verwarmen. En omdat wij totaalinstallateur zijn, kunnen we dat hele pakket behappen. Een klimaatplafond moet je eigenlijk zien als een soort stralingspaneel die zomers koude afgeeft, doordat er koud water doorheen loopt. En 's winters warmte afgeeft, omdat er dan warm cv-water doorheen loopt. Het snappen van het primaire proces van de klant is belangrijk. De ene klant vindt het belangrijk om een inspanningscontract te hebben, terwijl de andere klant meer neigt naar een prestatiecontract. Een prestatiegerichte contract is eigenlijk een nieuw fenomeen waarbij je een volgende stap zet naar volwassenheid van je servicecontract. Het havenbedrijf heeft goede ervaring met een prestatiegerichte contract. Het scheelt ons met name veel handling en daarmee geld. Want die tijd die de mensen besparen met het afhandelen van incidenten, die kan besteed worden aan andere zaken. De klant weet bij een prestatiegericht onderhoudscontract waar hij of zij aan toe is. En Van Dorp gaat verder. Ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat lijkt een beetje een modewoord. Maar wij hebben dat in de praktijk vertaald naar maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat je bereid bent verantwoording af te leggen naar je omgeving. En dat je niet alleen waarde creëert voor de aandeelhouders, of voor de medewerkers, voor de klanten. Nee, maar ook dat je van betekenis bent voor de omgeving. Aan de rand van Rotterdam staat de Hildegaardschool. Voor dit prestigieuze nieuwbouwproject ontwierp Van Dorp een duurzame installatie door het combineren van moderne technieken. Het resultaat? Een optimale leeromgeving voor de ruim 400 kinderen die er naar school gaan. Ik ben Theo Hofstra, ik ben directeur van de Hildegaardschool.
Bij de besluitvorming in aanloop van de nieuwbouw zijn natuurlijk alle partijen betrokken. En die hebben wij het bestuur ook op aangedrongen om dat op een groene manier, op een duurzame manier te gaan doen. En het bestuur heeft daar heel goed naar geluisterd. Sterker nog, ze hebben uiteindelijk de duurzaamste school van Rotterdam, Zuid-Holland en Nederland neergezet. Mijn naam is Erik Vaai. Ik ben afdelingshoofd bij Van Dorp Installaties Rotterdam. Ja, duurzaamheid voor Van Dorp heel belangrijk. We zijn als eerste grote installatiebedrijf, hebben het niveau 5 van de CO2 prestatieladder gehaald. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat we een goede wereld door kunnen geven aan de volgende generatie. En er zijn gewoon installaties in staat om dat te kunnen realiseren. Ja, het bijzondere aan de installatie op de Hildegaardschool is dat de installatie volgt eigenlijk de kinderen door de school heen. Op het moment dat ze in een klas zitten, detecteert het systeem van er zijn nu kinderen in de klas. Licht gaat branden, ventilatie gaat draaien, verwarming gaat aan. Het meten van CO2 in de klas doen we met de sensoren in het plafond. Op het moment dat CO2 te hoog oploopt in de lokalen, dan worden de kinderen duf, nemen ze geen lesstof meer op. En we zorgen dus op het moment dat het niveau te hoog op gaat lopen, dat we verse lucht naar binnen gaan brengen, zodat het niveau altijd op een bepaald niveau blijft. Het concept op de Hildegaardschool zorgt ervoor dat op lange termijn meer dan 30% op energie bespaard wordt ten opzichte van een traditioneel systeem. Via zonnecollectoren wordt elektriciteit opgewekt en door gebruik van een sedumdak wordt warme of koude lucht vastgehouden in het gebouw. We hebben bij Van Dorp installaties te maken met alarm, klimaat en de elektrische installatie. En alles kunnen we gewoon kwijt bij één persoon en dat werkt heel prettig. Nou, het onderhoud voor zo'n complex systeem is niet meer als van een traditioneel systeem. Het is nog steeds een standaard luchtbehandelingskast. Het zijn simpele warmtepompen, maar de combinatie van alle technieken bij elkaar maakt het een heel bijzonder concept. Ja, de monteur gaat eigenlijk alleen langs voor jaarlijks de filters van de luchtbehandelingskast te controleren. Ja, onze installaties zijn eigenlijk zo stabiel dat er nauwelijks storingen voorkomen. 9 van de 10 keer weten wij het al voor de klant het weet en is het al volop voor de klant er last van heeft. Een duurzame installatie rendeert juist ook daarom dat we geld overhouden, dat we direct weer kunnen besteden aan leermiddelen of aan activiteiten. Van Dorp Installaties, de duurzame totaalinstallateur. Met kennis en respect.